Hallo mensen, welkom op de laatste dag op Fortnite. Vandaag maken we een video over de laatste dag. Vandaag is het natuurlijk seizoen 8. Wat zeg ik nu? We zijn natuurlijk binnen een paar uur seizoen 8 bedoel ik. En het wordt zeker haap, er staat er een banaan op zijn ze. Maar I don't know, het is wel een banaan leek het erop. Maar ja, of, zal dat een skin zijn? Sommigen zijn van wel, maar hopelijk van niet. Wat een banaan, op wat doet dat nou trekken in Fortnite als skin? Oké, misschien krijg je maar gratis, maar dat is echt een trek op je zak, een banaan als skin. Wie kan er nou zoiets bedenken als banaan als een skin? Ik zeg, een banaan, het zou wel leuk zijn, maar ja, nee, toch niet. Fortnite liever niet, nee, geen banaan skin. Maar oké, we gaan kijken naar de item shop. We hebben nu natuurlijk weer dezelfde, de Ventrum, de Verguy, en maar de Chomp is er nu ook. De Chomp. En de Reef Green wil ik ook wel nog kopen. Maar ik heb lekker zin om ze te kopen, want ja. Deze is ook al lang niet meer geweest. De One The Hook. De Ranch die komt regelmatig uit, omdat die ook cool is. Dan hebben we nog de Ricket Pindel. Oké, we gaan beginnen met de game. We gaan Team Rumble even spelen. Omdat ik een sniper kan maken. We zullen daar een beetje uitleggen wat het zal zijn. Wat er mag gebeuren. Dus je ziet het al van onderen. 28 februari komt het uit. Downtime begins. Via AIM. Dus even zal Fortnite niet kunnen video's maken. Wow. Maar ja, Fortnite is natuurlijk de laatste zevende seizoen. Het sneeuwgebied zal misschien wel gaan en al. We moeten een sniper kunnen, maar Wallingwood is ook helemaal aan het gaan als jullie het zien. Heel Wallingwood. Is weg aan het gaan. Maar ik wil toch, ja, naar Wallingwood heen toch wel gaan. Te zien hoe het er nu uitziet. Ik zit daar naar Powerpeak en allemaal, jullie kennen het toch al heel dat gebied. Dat gebied is er voor mij al afgezakt. Hopelijk zal het morgen uit, ja, smelten, maar dan weten we niet of dat zal smelten of het in het volgende seizoen zal. Ik denk eerder seizoen 9 zal het gebeuren. Dat er wat overstromingen zal komen. Nu eerst met vuur en dan pas met water. Want ja, eigenlijk is het wel zo. Vuur laat ijs smelten. Dus ik denk seizoen 9 dat er wordt een watergebied en nu met vulkaan en vuur en lava en al. Je ziet het ook hier aan de kleur van de, ja, een beetje de sorry, dat is nu van de struiken. Het is er geen wat bruin aan het worden door de Fire King zoals ze hem noemen. Dus ik moet nog warm volgen die gast mij nu. Ja, dus het wordt sowieso een top van het ding. Ik weet niet zeker, het kan wel zijn dat onder water staat, maar ik vrees ervoor eigenlijk niet dat het niet zal gebeuren. De meesten denken van niet, maar ik denk misschien van wel. Maar nu nog niet. Ik denk eerder seizoen 9 of 10. Want nu is het een beetje te maken met piraten en vulkanen en al. En piraten horen eigenlijk ook wel redelijk bij. Want vulkaan, ja, piraten kunnen er wel overleven. Ofwel zullen er vliegenschippen er aankomen. Kan ook zijn. Of iets daar rond, denk ik toch. Hé, dat is mijn sniper, hè, madame. Je hebt mijn sniper terug. Die had ik nodig. Je loopt geest aan mijn weg. Je pakt dan mijn wapen nog een keer. Wow, dankjewel, vuile trut. Je hebt hier altijd zo mensen die iets de kut doen. En achterbaks voor ze er zelf zorgen. Ja, lach er wel mee dat ik je kist ga pakken. Het is gewoon dat je dat doet, hè. Net zo.
Nee, die kreeg je terug. Zit ze in de kwek, wow. We zullen nog eens verder kijken. Hier beneden. Sorry. Ach, ik ben een beetje verkouden aan het worden. Ik weet niet of dat dit ook zal weg, maar ik denk van wel. Ze zijn ook iets dat er nieuwe locaties zou uitkomen. Moest dat een keer Walling Woods, maar ik denk van niet in Walling Woods. Oftewel was het de onderwaterwereld dat hij ging worden, oftewel is het een nieuwe locatie voor de piraten. Ik denk toch wel zoiets. De piratenlocatie misschien. Dus we zullen zien morgen, of ja, niet meer morgen, ik ben een paar uurtjes, hoe dat het nieuwe seizoen eruit zal zien. En sowieso gaat het haast zijn. Bij het begin natuurlijk altijd leuk zijn, maar achteraf had het wel wat weer saai worden. Dat is ook zo'n beetje, het steekt het een omdat het zo lang duurde. Seizoen 6 was ook wel zo, maar ja, eigenlijk vond ik dat meest statistiek, want er gebeurde eigenlijk niks in seizoen 6. Seizoen 7 gebeurde er nogal veel, als ik er echt al hype over. Het enige wat ik nu nodig is een sniper. Yes. Ik denk toch wel dat ik voor deze weg ga doen. Ik zal nog in het huis kijken wat er nog iets speciaals in zit. Ik ben eigenlijk niet echt voor gliders. Ik heb dan liever ballonnen. Er is hier niks meer, alleen maar een kist. Misschien hopelijk zit er iets beter in dan dit. Een jujuk. Weet je, we zullen wat hout nu verzamelen voordat we doodvallen. Dan houdt die mensen nog iets. We zullen eens voor vertellen. Ja, we weten nu al vier dingen van een tij. Eerst was een piratenhaak. Dan was de cobra, een slang. De derde was dan een tijger met een vulkaan. En de vierde een banaan met de andere kant van de vulkaan. Maar ik snap de logica niet. Wat heeft dat nu met wat? Een banaan en een tijger. Zo moet een vuurtijger is, denk ik allemaal. Die vuurmonsters, maar ik denk niet dat er mensen blij zijn. Dat is dan een terugkeer en ik ook niet echt dat ze terugkeren. Als dat gebeurt, hopelijk blijft het niet lang, want het maakt het helemaal kut. We hebben dat toen ook gezien, weer met die ijsdingen. Ze waren super irritant die hele week als ze erin zaten. Ik vond ze wel nog tof in mijn Halloween, maar ze staken dan tegen als het weer winter was, als ze terug waren, die ijsmonsters. Oké, Save the World is wel leuk om ze te killen, want daar kun je 4 bucks aan verdienen en andere shit. En daar gaat ze rap dood, lig hier. Je krijgt er altijd voor, maar ja, als je in een gevecht zit, zijn ze super irritant en vallen ze heel de match lastig. En dat is dan een nadeel dat het niet weer leuk is. Is het drie? Holy, hoeveel keer kon je nog missen? Laat me alsjeblieft eens een sniper kunnen maken en dan zal ik blij zijn, maar het zal wel me lukken. Hopelijk toch zal het me lukken, anders moet ik het morgen of ja, straks nog eens doen. Oh. Hoe kan het missen? Hoe kon dit nog missen? Het was toch raak? Ze was... Oh, dat is niet eerlijk. Geen eerlijke match.
Maar ik twijfel soms wel of dat er nieuwe hackers in deze game mode zijn. Want als je soms een kraak wil schieten, was het dan toch niet raak. En portant schiet ik super goed. En was die portant raak. Want ik weet niet of dat jullie het gezien hebben, maar ik voel het wel dat het raak was. Oeh, zie je? Wat? Ja, sorry. Het is met mijn probleempje te maken dat het niet zo goed lukt voor te gitten. Dus ja. Jullie weten niet het probleempje en ik wil het ook niet zeggen wat het probleem is. Of wat ik heb en al die shit en niemand had er eigenlijk wat aan. Waarom dat ik het zo slecht aim? En dat is gewoon mee te maken met het probleem dat ik niet goed kan aimen voor momenteel. Dat het binnen een goed maandje weer beter zal lukken. Nu heb ik het best wel moeilijk om... Oh ja, oh ja. Kunnen jullie eens niet rustig doen? Waar komt hier iedereen? Kom op, laat me eens met rust. Ik wist het, dat er iemand me ging snipen. Waarom laat niemand me eens met rust? Laat je me snipen op mijn gemak. Eén sniperkill is toch niet veel? En het is de slechtste sniper die er ook is, dat ik heb. Wat heb ik gezegd? Laat me met rust. Oh ja, oh ja. Nu zo zo ben je bang, hè? Je ziet het, hoe bang... waar ben ik nergens niet meer veilig? Gewoon een keer omdat ik schiet. Dit spel wordt gewoon zo irritant als je iets... Maar ik heb wel een idee, maar ik moet er eerst in te geraken. En ik wil eerst een kill maken. En ze zijn wat superveel. Wow, 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 rustig! Nee, je hebt toch niet gekill. Ik ben doodgevallen. Wat doen ze altijd in die kutbomen? Het spel begon te haperen, leuk. Wat? Wat? Die gast heeft lek, lek! Zo lek! Ik wil gewoon één keer kunnen snipen vandaag. Het maakt niet uit welke kill, maar een sniper kill. Nee, kom op! Waarom deed die bom nou zo agressief? La! Ik kom er helemaal ten van. Ik heb het al helemaal laat. Kom, kom, had er iemand naar die kist? Ja, ja, ja. Headshot. Zal je leren hier nog een headshot? Nee! Geen headshot! Nee, nee, dat is mijn kill, dat is mijn kill. Mijn kill! Echt, het spel is zo irritant. Het zo... Blijf voor staan, jij! Blijf staan! Nee! Je moet blijven staan! Blijf! Dan! Hé hey, jongen, ik heb jou 10 keer mee kon aan! Ik ben super goed en het lukt me toch niet! Waarom moet je altijd onder een boom komen? Dit is zo verpost te worden, een headshot! Jee, jee, ga ik ook in, wacht maar. Oh ja, oh ja, oh ja. Wat? What the fuck was dit met die? Wat? Ieder tand de boom. Oh, oh, oh. Hier is er ook nog een. Headshot! Geen headshot.
Kom. Kom, blijf ik je staan, jij met jou geen hoofd. Geen hoofd, man. Blijf van staan! Wat doe je zelf? Headshot, bijna headshot. Dood! Kom op, waar pak je mijn kill af? Tot op mijn kill! Ik heb nu 3 kills omdat ik kill. Ik heb 2 als gehad die mijn kill afpakt. Ik had dan de 4 of 6 kills. Oké. Niet erg, maar sorry dat ik zo. Ik ben niet echt vol straat, maar gewoon verwonderd waarom dat niet zo verlukte. Ik heb 3 sniper kills en dat is goed, maar ik wist maar 1, maar het is voltooid. Alright. We moeten nog juist 1 dag en dat is dan vrijdag, zal het zijn. Dan hebben we het voltooid. Laten we. Ja, we hebben de battle pass uitbekeken nu. Gisteren zeker was. En nu zullen we eens verder gaan naar de challenge. Dus de 6e week is. Chirk, Shaker, Ammo Box in name locaties. Ja, dat weet ze. Allee, weer als irritant doen. Dan is. Chills Gnomes, dan moeten we kabouters gaan zoeken in het ijs. Dat kan iedereen zonder de battle pass, dus ja, nu ja, het is denk ik het laatste geweest. Dat, ik vertel het nu maar pas, maar ik wil toch nog een keer laten weten wat het juist allemaal was voor nu. Eliminatie oppunt en Lucky Landing of Tilt Towers, dus kills maken en Lucky Landing of wat Tilt Towers, moet je dat doen. Dan is Lady Lynx en Shifty Chase, moet je er naartoe halen, op 2 plaatsen tegelijk. En dan nog andere paar, maar die heb ik nu mee samen. Met een punt moet je 150 meter gooien en zo ver mogelijk dat 150 meter zit. Dus dat is het. Deal damage met een grenade of een stingbomb. Dus we moesten met een granaat of een stingbomb en granaten ze nu aan. Toch tenminste, ja, nu is het kling. Ja, klingerzeker trouwens te noemen, de klingerzeker. En de dynamite hebben we nu. En dan is deal damage met different weapons in een single. Maar dus met 5 verschillende wapens moesten we kills maken. Op dat is einde. Vies, ik heb. Ik pushel outpost. Dus zo'n vliegveld waar het vliegt is, dan moet je naar 7 locaties gaan. Voor de alle 7 te kunnen en. Dat je niet voltooid had. Dus rift to go. Dus we moesten rift to go nemen en weg kunnen gaan. 2 of 3 kills, zeker dan. Pistool illuminaties, 2 kills. Dan is het land in paradise palms. Ja, gewoon landen weer, 5 posten zeker is. Schatkisten vinden en loot lick of wat frost flying. Ja, dat is gewoon een stuk of 5, 6 kisten zeker vinden of we moesten doen. En loot lake en frost flying, maar ik ging meestal naar loot lake, want loot lake is wel de beste plek voor te landen. Dan XV Stormwings, dus vernieten in flying XV Stormwings, dat kun je als het beste doen. Oftewel in een solo match, wat krijg je dan in solo match, oftewel in team rumble. Maar ja, ik speel meestal die missies wel in solo, sommige in team rumble, maar als team rumble weg was, moest je wel wat doen in een gewone match, dat vond ik ook niet echt zo erg, want ja. Het zijn missies, hè. Finest en Team Rummer bleef ook niet echt altijd, hè. Dus 50-50 kom je terug. Misschien morgen. Binnen een week of 2-3. I don't know, dat zien we dan. Final stage damage open in single match. Dus ja, per match zeker een kill maken of zoiets. I don't know wat deze was.
Dan 8e week. Please coach a campfire launchpad en different matches. Je moest een kampvuur vinden en een launchpad. En die neerzette per match 1. Er waren er 3 zeker dan van de build structuur. Dus een stuk of 500, 300 structuur moest je zeker hebben. Like, houten muren en al, bouwstenen en al, like een huisje of een bootje en zo. Like, zo'n boom, like, gewoon te leuk. Dan Secret in Between en Mystery Hedge en Giant Rock Lady en Push Flight Pad. Dus we moesten een tier vinden en ik weet wat het is, dat was bij Wallingwoods. Naast de vrouwelijke steen, dat is een achter de vrouwelijke steen op een berg die alleen staat zonder iets op. Maar ik kan het ook niet echt uitspreken, maar ik kan het ook niet meer, want dat zal te laat zijn voor nu. Morgen is de laatste dag en ik wil subiet wel slapen voor morgen bereid te zijn voor het te zien. Of ja, morgenochtend toch. Als het kan. Visit Haunted Tales en Wallingwoods in single match. Just the Shifty Shades of Lonnie Loots. Wat zal ook al zeker morgenavond zien dat ik mag een king, I don't know. Ik zal het wel zien morgenochtend of dat om 7, 6 uur er wel opstaan al. Anders zal het misschien morgenavond zijn, misschien morgen. Ik zal het zien hè. Wanneer ik thuis ben of zo, of wanneer ik kan. En ik zal wel een video dan over maken ook. Maar het kan zijn dat ik morgen wel thuis ben, dus ja. Circle Chest and Shifty Shaves of Lonnie Loots. Deal damage opens with a riding face. Dat weet ik dus gewoon, dat is dan zeker damage geven. En op een vliegtuig, op een voertuig was dat denk ik. Ja, zoiets. Explosieve wapens, like bazooka's, grenades zeker en al. Rocket launchers en al moest je dat ermee schieten. En zeker 3 of 4 kills moest je zeker in. Sneaky snowman en different match. Je moest een sneaky snowman zetten per match. Dus 3 of 4 zeker was het of zo. Moesten we zetten per match. Dan landen en dus die was overal weer landen of 5 posten. Dan eliminatie op het in junk station en retro. Dus in junk station moesten we 3 kills maken en een retro. Moesten, ja, je mag kiezen tussen de 2 voor die 3 kills. Dan pop 10 golden ballons. We moesten 10 ballonnen op verschillende plaatsen zoeken. Niet dat we een ballon moesten aansteken voor omhoog te gaan. Dat was niet de bedoeling. Dat dacht ik wel dat dat zo moest, maar dat was het niet. Dan dans on the top of a giant metal doogheid. We moesten dansen op een hondenhoofd en we moesten dan nog op 2 locaties landen op een op iets. Dus, en de volgende is shotgun eliminatie. Dus we moesten shotguns kills maken. 2 of 3 zeker voordat we het bereikt hadden. Complete time trials in XV Storming Plains. Oké, dat is een tijd-dingen, zoals je dat noemt. Lijkt zo, ja, in seizoen 6 had je dat ook. En je moest dat voltooien in de zoveel seconden. Dus dat was het. Dus het volgende, het laatste van week 10 challenge. Place a mounted turret, damage trap and different match. Circle chest, at least in... Wat ik is dat? Damage trap. Ah, je moest iemand met een trap kunnen killen, dacht ik. Denk wel zoiets, oftewel een ijsvoeten ding. Of ja, je moest dat gewoon neerzetten, die trap, of wat die ijs. Hoe dat ze het ook noemen. En ja, je had het dan voltooid. Ik denk dat dat die ace ding is was. Chest at Lazy Links en dus die Devot. Dus schatkist winnen Lazy Links en Dusty. Dan absolute rifle eliminatie. Spark als ik maar 3 of 4 zeker, I don't know. Met een rifle. Dan deal damage met een scope wapen open. Dat is een scope zoals een zo'n pistoolscope, maar ik weet niet hoe dat noemt. Of een rifle scope. Maar dat noemen ze allemaal scopes natuurlijk, maar het zijn drivers of een pistool dat je hebt. Of een sniper denk ik, weet niet. Is de sniper ook een scope die ik had? Ik denk van niet. Dat ik daarnet schoot achter iedereen, I don't know. Get a score of 5 or more a shooting gallery party spawns. Oké, okay. Ja, 3 locaties. En je moest schieten en dat ik al wel 2 of 3 dagen achter dat het echt geen zin had voor het te spelen. Want het was massa's kut. Dus dat moest ik dan ook doen en dan had ik het behaald. Als ik schietste op al die shit. En je moest dan schieten op, ja, moet je zeggen, op volgende jaar. Ik weet niet hoe het dat noemt.
ik had het niet zeggen, ja, sorry mensen. Viest Export Opens in Single Match. Ik weet niet wat dat betekent, want dat staat like daarnet. Is dat nou landen dat moest je doen, of moest je dat landen voorhand? I don't know, dat weet ik juist niet meer. Oké, het laatste is open met een chilled grenade, een boogie bomb, een different match. Oké, moest je met een chilled grenade doen, like, zo'n ace trap is dat, of een ace grind grenade is dat doen. En je moest daarmee, ja, iets doen natuurlijk. Daarna iemand smijten, en het moet goed hoortje, of een boogie bomb moest je ook doen. En dan had je het voltooid. En dat was het dan eigenlijk voor de challenges. Dan zijn er natuurlijk geen challenges meer. Alleen maar deze challenges zijn morgen gedaan. En dat was kom een free over a time challenge. Oké, ja, dat heeft alleen maar de challenge van de Battle Pass. Dan hier complete free overtime challenge to end the season 8 Battle Pass. Als je dat complete mag, dan krijg je de gratis Battle Pass. Dus morgen krijg je de gratis Battle Pass. Als je 13 challenge vrij speelt had. Dus hopelijk heb iedereen dat gedaan. Dus oké. Collect, coach en factures in Creative Iceland. Oké. Dus moest je naar Creative Iceland gaan, had er soort dus centjes of zo, ja, centjes, maar ik weet niet hoe je dat noemt, symbolen of zo, I don't know. En we moesten dat nemen en dan hadden we het voltooid en we er 15 vonden. Dat was wel nog redelijk moeilijk, maar ook niet echt super moeilijk. Deal damage, opwinst met een assault rifle of een pistool. Dus kill maken met een assault rifle of een pistool. Dat is ook gemakkelijk, je maakt een paar kills. Je doet team rumble of wel een solo match of wel een squad, dat is het makkelijkste voor kills te maken. Dan is het Circus Chest, Ammo Boxen, Motor en Rave Park. Dus je moest een motel en Rave Park moest je schatkisten vinden. Ik weet niet of je moet zeggen of waar dat ligt. Ja, I don't know. Kan dat niet uitleggen. Play Stop 15 in duos of met een vriend. Dus met een vriend moest je 3 keer in duos doen. En op de top 15 plaats moest je toen staan ervoor. Dan Rage en Campfire in different match. Dus een kampvuur vinden en aansteken waar je zwaar schade en voordat je mijn hand kon steken of een, ja, dat is ook jullie dat zeggen, kun je zeggen, ik zeg hank steken of in brand steken of ja, zoiets eigenlijk, joh. Dan is 4 different name locaties, 10 verschillende namen locaties moest je landen. Dan, of 7 is zoiets, 10 of 7, I don't know. Circle Supply Drop in different match. 2 Supply Drops moesten vinden, dat is zo'n ballon dat beneden van mijn kist en allemaal houden wat, of ja, 1 houdt wat wapen in zit. Dus dat moet je doen. Dan is revive a player in a different match. 3 mensen moesten we reviven. Voordat we voltooien en je moest je, ja, meestal was het aan je dood liet vallen en dan had je het voltooid. Dan, de damage met een shotgun of een SMG. Dat is ook niet echt moeilijk, je ook team rumble of solo of squad en je had het ook voltooid. Met een SMG of een shotgun. En het beste is af en ze zet je toch wel op de voeten. Dan is ammo box te blok, dus we moesten kisten vinden aan, jongen. Dat was super irritant, die boxen vinden in de blok. Ik had er echt geen zin meer in, maar ik moest wel alle missen voltooien voordat ik die 3 skins kreeg van de challenge. Dus ik moest dat wel doen. En die week was echt super irritant, maar toen had ik het behaald. Af was ik al blij. Dus ja, dan was het. Ah, ik ben nog 1 vergeten. Wie is een different waterfall? We moesten waterfall vinden. En er had toen naar 7 plaatsen en ja, dat was het denk ik ook voltooid en moest je maar 7 waterval vinden en dus dat was niet echt moeilijk dit, de waterval. Je hebt er ook maar een stuk of 7 denk ik, je hebt er maar 7 of 8 denk ik, zoiets. Dat is dat we allemaal wat. Play top 10 en squad met een vriend, dus ik moest top 10 spelen met iemand 3 keer zo ook voordat je bereikt had. Dan is het play match drifting met een vriend. Dus drifting board moest je toen gebruiken met iemand en dan had je het ook voltooid. Tank de bus driver, different match. De bus driver moest je toen bedanken per match. En dat was het ook voltooid. Circle chest of ammo box at Wrecker of Dance Club. Oké, dus wacht, wat was dit nog weer? Ammo boxen vinden en een dansclub. Oftewel op een raceparcours. Het raceparcours tegen
Paladins Palms, hoe dat ook noemt. En dan in het wintergebied had je de disco, waar je de discobar hebt natuurlijk. Dus daar, voilà, dat is het. En het laatste is Outlet 75 in Single March. Dus je moest zorgen dat je de 15e plaats was in Single March. Dus dat was ook niet echt moeilijk. En dat was het dan eigenlijk. Ja, eigenlijk was dit dan al. Dit zijn de nieuwe skins. Niet super vet. Deze is wel super. Ja, vind ik toch redelijk. Misschien zou ik hem maar kopen, maar ik twijfel het. Oké, ik denk dat het wel was voor vandaag. Ik weet niet of jullie nog alles zien. Ik ben niet. Ik wil ook met solo match. Want ik heb 0 solo match. 1 duel match. Ondertussen gewoon 6 squads en 5 limited editions. Of dat je ook zegt. En 2967 kills al gemaakt. Dan hier 136, 158 en 200 kills. Het meeste heb ik natuurlijk hier. En dan in duels. En dan in squads het minst. Maar squads vind je wel het beste voor kills te maken. Maar het is wel redelijk moeilijk. Ik heb al 580 squads met gespeeld. 646 ook match. En solo 665. Ben je dat letterlijk dit? Maar het meeste is natuurlijk, ja, het eerste hier, 665. Het solo is het meeste. Niet veel verschil, maar toch, ja, redelijk. Ik speel wel ook liever met vrienden en zo dan alleen, maar toch, het is wel leuk alleen spelen. Maar ja. Ik ben er wel trots op dat ik probeer mijn best te doen hierin. Maar ik ben niet de beste gamer. Maar toch is het wel leuk om. Tot, ik weet niet wat dit in kan, maar is scoren. Playstop 15 al. Playstop 10. Ik weet niet wat het allemaal moet betekenen. Dit moment met mijn vrienden te maken en zeker wie dat het hoogste staat. Wat? Staat Kinga echt eerste? Ik sta zes dus. En de score. Dan hebben we hier de Playstop 25. Ik sta 7 dus. Playstop 10. Hou je ook 7 dus. Ik sta super weer 7 dus. Dit is echt wel nog goed. Ja, en al deze gasten ken ik zelf niet. Global wins. Oké. Ik denk dat het wel zin voor vandaag. Morgen zal ik wel een video maken als het uit is. En dan zal dan een nieuwe trailer zien en al. En dat is al super hype. Super leuk dus. We verwachten tot morgen dat het super gaat zijn. Echt. Dank je voor het kijken naar mijn video. Wil ik setup nog op school. Want morgen is natuurlijk aan vrijdag de laatste dag voor jullie meestal. Dat school van dan is vakantie een week. Dus kunnen jullie lekker Fortnite Season 8 spelen heel de week. Jullie hebben geluk. Het super geluk. Dus veel succes. Like en abonneer zeker op mijn kanaal. En dan zal ik tevreden zijn. Natuurlijk moet jullie dat niet altijd doen. Maar het zou wel mij goed steunen om dat te doen. Dus dank je wel en tot de volgende keer.